één van de grootste beurzen van het jaar kunnen wij natuurlijk niet ontbreken. Lifestyle for Pets is op de huishoudbeurs in Amsterdam Rai. Duizenden bezoekers die allemaal een lievelingshuisdier hebben. Allemaal. Allemaal. Ik wil heel graag een kat. Ik heb zelf een hond en een kat. Hond. We hebben allemaal 4 katten. Een hond. Ik heb 2 katten thuis. En ze zijn heel speels en ik kan lekker mee spelen en kroelen en ja, vind ik wel leuk. Ik heb 4 katten en 2 honden. 1, 2, 3 hagedissen. Ja, die hond is lijkt op een mens ook, hè. Lieve hond en lieve mens. En nog in de vijver nog vissen. Dus. Dat zijn inderdaad leuke voorbeelden. Dick is ook een fan van een bijzonder huisdier en heeft daarvan al een grote collectie. Wat er mooi is aan een Afrikaanse reuzenslak, het is bijzonder. Ze zijn hanteerbaar, ze kijken rond, ze kruipen rond en het is makkelijk, het is leuk. En het is leuk gezelschap. Ja, het ideale huisdier. Hoe valt dit slijmige huisdier in de smaak bij de bezoekers? Oh my god. Ik heb leuke huisdieren voor jou. Zou u er anders misschien één vast willen houden? Is dat niet vies? Oh. Jij dacht dat het een animatie was of zo? Ja, ik heb er geen voorstelling van, eerlijk gezegd. Ze bijt ze niet vandaag. Wat vind je daar dan van? Best grappig. Schattig. Ik heb geen katten bij me. Heel mooi. Ja, leuk. Super. Wat een hele vrouw. Ja, echt wel. Wacht, dan moet jij een foto maken. Niet laten vallen, hè? Oh my god. Hij doet dit. Gaat helemaal goed. Echt heel smerig. Ja, ik vind het wel leuk. Deze die kan nog zo groot worden. Wauw. Ja, mooi. Van een afstandje. Van een afstandje? Ja. Niet als huisdier? Nee. Ja, joh. Nee. Nou, ik heb het al gezien, dan mag jij die kleine en dan mag jij een iets grotere. Dan durf jij, ik heb het al gezien, dat durf jij wel. Hoppa, daar is die. Wauw. Nou Dick, wat vind je van alle reacties hier op de huisartsbeurs? Ja, leuk. Ik denk over een jaar heeft iedereen een slag. Die kant gaat het uit. Een slak als huisdier is misschien een beetje wennen. Ik heb al een hond, dat is al genoeg. Gelukkig is Lifestyle for Pets de hele week aanwezig op de huishoudbeurs met tips en info over verschillende huisdieren. Zijn ze aan het ontsnappen? Ja, ze liepen over de beurs. Werd omgeroepen. Wil je meer weten over huisdieren? Bezoek de Lifestyle for Pets stand op de huishoudbeurs.